Goedenavond en welkom bij 1 op maandag. Met vanavond protest tegen Netmag Veendam, nieuwe woonwijk in Kleindijk en Secret Forest Festival in Stadskanaal. De gemeente Stadskanaal heeft diverse meldingen ontvangen van bewoners die nephandhavers aan de deur kregen, zo schrijft de gemeente op Facebook. Onder andere knolsters aan de Drouwene Straat kregen zaterdag 2 mannen aan de deur die zich voorstelden als handhavers van de gemeente. De mannen droegen een spijkerbroek en een donkere jas met de bedrukking handhaving op de rug. Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden van deze mannen? Meld het dan bij de politie Stadskanaal via 0599-631-631... of bij meldmisdaad anoniem via 0800 7000. De gemeente Stadskanaal wil een kleine 4 miljoen euro per jaar extra uitgeven aan 40 nieuwe ambtenaren. Echter is niet iedereen het daarmee eens. De lokale CDA vindt dit een te hoog bedrag om in één keer uit te geven en vraagt daarom de gemeente te minderen. De gemeenteraad zal tijdens de algemene beschouwingen stemmen over het voorstel van het CDA om het kostenplaatje naar beneden bij te stellen. In de stromende regen liepen zaterdag tientallen mensen een protestmars om actie te voeren tegen zoutwinningsbedrijf Netmag. Onder aanvoering van de SP liep de stoet door Veendam. Onder aanvoering van de SP liepen zaterdag tientallen mensen mee in een protestmars tegen zoutwinningsbedrijf Netmag. De groep trotseerde de regen en liep door Veendam met een duidelijke boodschap. Opzouten! Opzouten! We zien wel bijvoorbeeld bij huizen dat de verzakking echt zorgt voor schade aan de huizen en daarmee ook het thuis van mensen. Dat doet zeer bij mensen. Daarmee kun je wel enigszins vergelijken met de gaswinningsellende van Groningen. Maar we zien ook dat er veel vervuiling plaatsvindt van grondwater, noem maar op. Ja, daar moet nu echt iets aan gedaan worden na jaren van vervuiling en ellende daarom ook in deze omgeving. Waar wij behoefte aan hebben is daden. En daden zullen ondernomen moeten worden op deze elementen. En die wil ik je graag aanbieden. En ik hoop dat je dat ook tot je wil nemen. Ja hoor, geen probleem. Ja. Zowel lokaal, provinciaal als landelijk heeft de SP-Kamerfractie al vaker deze problemen aangekaart. We moeten gaan kijken naar de vergunningen die er bijvoorbeeld verleend worden voor de hoeveelheid kwiklozing die gewoon toegestaan wordt. De lood wat geloosd wordt. Maar ook naar of deze manier van zoutwinning überhaupt nogal mogelijk is, omdat het zoveel schade toebrengt aan de omgeving en de huizen van mensen. Wat ik heel bijzonder vind aan deze bijeenkomst, dat er ook niet alleen mensen van de SP zijn, maar ook van andere politieke partijen. Tweede Kamerleden, Statenleden en gewoon mensen die heel betrokken zijn bij dit onderwerp. Dus wat dat betreft vind ik het een hele geslaagde bijeenkomst. Toch ziet ook de SP dat Netmag naast de vervuiling ook werkgelegenheid biedt en een grote economische speler is. Volgens fractievoorzitter Dijk moet er daarom beter gekeken worden hoe industrie en samenleving naast elkaar kunnen blijven bestaan in de toekomst. Sowieso is het een goede discussie die gevoerd moet worden, of is een discussie die gevoerd moet worden in ons land. Wat voor productie, wat voor industrie staan wij toe? En wat voegt meer toe aan de samenleving dan dat het eruit trekt? We hebben bij gaswinning gezien dat het meer uit de grond trok en meer ellende veroorzaakt dan dat het waarde toevoegde. We zien het bij de zoutwinning net zo. Het is niet dat de SP tegen productie is. Integendeel, wij zijn bezig met een plan voor de toekomst van de industrie. Maar daar horen vervuilende industrie hoort er niet bij. Dus het moet goed zijn voor werkgelegenheid en de omgeving. Het is een valse tegenstelling om steeds vervuiling van de omgeving en verlies van werkgelegenheid tegen elkaar op te zetten. Het moet gaan om schoon en goed werk en een schone leefomgeving. Op die manier kunnen we ook het langste volhouden dat we een sterke economie houden. Een wel heel bijzonder afscheidscadeau van afzwaaiend burgemeester Korthuis aan Veendam. Nadat de gemeenteraad besloot om artikel 1 van de grondwet prominent in het gemeentehuis te hangen, besloot de burgemeester zelf een plakkaat cadeau te doen. Niet iedereen was direct enthousiast. Zo gaf gemeente Belangen Veendam aan dat niemand in de politiek tegen artikel 1 is. Toen haar stagebegeleidster destijds aanraadde om toch maar even langs de dokter te gaan, bleek Diane Ehrenstein MS te hebben. Jaren gaan voorbij, ze wordt moeder van 4 kinderen, maar tussendoor blijft ze de gevolgen van de ziekte merken. Een behandeling in Nederland zit er niet in, maar een mogelijkheid in Mexico is er wel. De behandeling is duur en om die reden zetten ze Ehrenstein een GoFundMe-campagne op. Inmiddels is via de actie al bijna 4000 euro opgehaald, maar dat is nog niet genoeg om alles te kunnen financieren. De mannen van Tuinhulp Veendam zijn druk aan het werk. Ze komen wel vaker bij mevrouw Vos, die vanwege haar gezondheid de tuin helaas zelf niet meer bij kan houden. Dat ik gewoon dan bezig ben. Ja, gewoon bezig. En dat ik gewoon
dingen doe en niet de hele dag op mijn kamer zit. Melvin werkt als vrijwilliger bij Tuinhulpdienst Veendam. Een bedrijf dat vrijwillig tuinen aanpakt van mensen die dat, voor wat voor reden dan ook, niet meer zelf kunnen. Wij helpen mensen die een beperking hebben, een handicap of voor, wegens ouderdom zelf een tuin niet meer kunnen doen. Wat wordt er bijvoorbeeld vandaag gedaan? Vandaag wordt er gesoffeld onkruidgebied gesnoeid. We halen de wortels van de oude heg eruit, ondanks dat het vandaag wat warm is. Maar die wortels die moeten de nodige hout, want anders komt er weer alleen maar onkruid op. Niet alleen helpt de tuinhulpdienst bij mensen in de tuin. Daarnaast helpen ze ook nog leerlingen aan praktijkervaring. Eigenlijk is het zo, wij helpen mensen, we geven zorg aan mensen. En wij helpen ook weer, geven andere mensen ook weer een kans om te leren. Dus eigenlijk is dat zorg op zorg. Mevrouw Vos is een van de mensen die hulp van de tuinmannen krijgt. Nou, ze hebben hierachter, dit hebben ze allemaal gesnoeid. Dit was zo hoog. En daarvoor de heg eruit gehaald. De wortels hebben de jongens eruit gehaald. Dus ik ben daar heel blij mee. Mijn partner die deed dat hier altijd zelf. Maar nu kan hij dat niet meer doen. Hij kan amper lopen. Dus, en dan ben ik heel blij met Harald en zijn heren die er staan. Al kan ook de tuinhulpdienst wel wat extra handen gebruiken. Ja, we hebben op dit moment meer hulpvragen dan dat we vrijwilligers hebben die kunnen helpen. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor onze tuinhulpdienst. Kleindijk is in de toekomst een woonwijk rijker. Voor de locatie van voormalig bouwbedrijf Zomers aan de Hoofdweg is een plan in de maak voor 32 woningen. Het is de bedoeling dat onder meer de lokale jongeren een streepje voor krijgen bij de toewijzing van een onderkomen. Voordat het zover is, moeten eerst de gebruikelijke stappen worden doorlopen met het bestemming- en omgevingsplan. Afgelopen zaterdag was het Secret Forest Festival weer in het Pagedal. Het festival in de bossen van Knol haalde weer 10.000 bezoekers, maar er moest met mannenmacht gewerkt worden om het terrein in orde te maken. Feestende mensen en veel muziek midden in het bos. Dat zijn al jaren de ingrediënten voor het Secret Forest Festival in Stadskanaal. Het weer heeft de organisatie het niet makkelijk gemaakt, maar Jeroen van Broekhoven staat op de dag zelf te genieten van het feest. Ja, heerlijk. Heerlijk, de aanloop was weer wat moeilijk allemaal met al het water. 2 dagen en nachten gewoon continu doorgewerkt, maar uiteindelijk weer kijken. Gewoon weer een uitverkocht feest, weer volle bak. En de sfeer is weer top. En zo'n groot festival organiseren gaat niet altijd even makkelijk. Dit is iedere keer de uitdaging om een nieuw podium en om de sfeer te bewaken. En een festival organiseren lijkt allemaal makkelijk. Maar nu ook met het water. Ik ben zo blij dat iedereen er is. En als ik lachende, dansen, feestende mensen zie, dan word ik blij van. Een festival met zo'n 10.000 bezoekers, is dat niet te veel voor Stadskanaal? Ja, natuurlijk is Stadskanaal te klein. Maar dit evenement is van Stadskanaal. Ik ben hier natuurlijk groot geworden, tenminste grote zaakjes. Maar natuurlijk wil Fox, die ik al 20 jaar heb. En dit erbij, dit hoort gewoon in het verlengde van Fox. En we doen een hoop andere evenementen, natuurlijk door het hele land ook. Maar deze moet gewoon. Van Broekhoven organiseert meerdere festivals door heel Nederland. Maar toch heeft Secret Forest Festival iets bijzonders. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. We moeten wel eens keuzes maken in evenementen die we natuurlijk landelijk doen. Alleen deze hoort er gewoon tussen. Het is een thuiswedstrijd. En niet altijd even makkelijk, want is dat verhaal. Kunnen ze ook kritisch zijn. En terecht. Hè? Want mensen betalen best veel geld voor een kaartje. Maar als je dan ziet wat voor artiesten er weer staan en hoe de stages er weer uitzien. Ja, heerlijk. Door de vele regenval afgelopen week was er veel modder op het terrein. Tegen de bezoekers werd gezegd dat ze voorzichtig moesten zijn met hun kleding in verband met het weer. Maar of daarna geluisterd werd? Ja, ze hebben niet allemaal geluisterd. Eigenlijk heeft gewoon niemand geluisterd. Maar moet je nagaan hoe belangrijk dit is voor mensen. Dat ze zich zo door blijven kleden, ondanks die modder. En Van Broekhoven? Die is alweer dingen aan het regelen, zodat het festival tot in de late uurtjes door kan gaan. Als je Valthermond in of uitrijdt, is de kans groot dat Astor je gezien heeft. De grote Bouvier slijt dagelijks uren op zijn picknicktafel bij de rotonde aan de N379 en is beroemd in eigen dorp. Astor is zelfs op Google Maps in de voortuin te zien. De picknicktafel is eigenlijk verrot, maar de tafel is van Astor en wordt niet weggehaald. Al jaren en dag is het iconische Ubbo Emmius aan de Stationslaan in Stadskanaal een prominente plek in de Parkwijk. Een bruisende school, maar veel contact met de omwonenden is er niet altijd. Om dit te veranderen werd het UP-festival georganiseerd om beide werelden kennis met elkaar te laten maken. Oh, die ging snel, Guus. Zo. Oh. Een
levende fruitmachine door docenten van het Ubbo MIS. Dat is nog eens een echt voorbeeld van verantwoord gokken. Dit interessante schouwspel was onderdeel van het UB-festival. Een feest voor en door leerlingen van het Ubbo om zo in contact te komen met de bewoners in hun parkwijk. Ik denk dat je het hiermee vooral versterkt en verbetert. En dat je elkaar ook leert kennen. Want hoe goed ken je elkaar? Hè? Je gaat altijd door de wijk. En als ik naar het werk toe ga, dan rijd ik hierheen. Leerlingen natuurlijk net zo de fiets hierheen. Maar wie ken je? Wat ken je? Weet je wat er in de wijk gebeurt? Nee, volgens mij niet. Dus volgens mij is dan dit heel belangrijk. Dat je op die manier verhalen van elkaar kent en elkaar beter leert kennen. En wat is nu een betere manier om elkaar te leren kennen dan met elkaar in gesprek te gaan? De leerlingen hielden daarom interviews met de parkwijkers over vroeger en nu. Wij hadden mensen geïnterviewd, hadden allemaal vragen van bedacht, bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog of over deze school van vroeger. Die verhalen hebben wij dus uitgeprint en kunstenaars hebben daar dus mooie activiteiten mee gedaan. En zoals je dat hier ook allemaal ziet en dat... daarvoor hebben we het eigenlijk gedaan. Ja, dat is best mooi, want dit bestond al 100 jaar geleden. Je hebt veel over de oorlog ook gehoord. En ook sommige mensen hebben dat meegemaakt. Ja, dat is best mooi om te horen. Het was een bijzonder moment voor de zussen Sirin en Jael Gremmer, die deelnemen aan de European Twirling Cup in Kroatië. Wat dit avontuur extra speciaal maakt, is dat hun moeder Karin mee is als coach. Het jongste zusje van de familie kwam helaas niet door de selecties, maar is erg trots op haar zussen. Twirlen combineert turnen, ritmische gymnastiek en dans waarbij gebruik wordt gemaakt van de baton. En dan heeft u nog het weer van ons te goed. Morgen is er eerst nog kans op een bui, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig tot krachtig. In de avond en nacht is er nog kans op een bui, maar later klaart het op en daalt de temperatuur naar 15 graden. Woensdag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. Met een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 23 graden. In de nacht is er kans op mist en koelt het af naar 12 graden. De dagen erna verlopen meest zonnig met temperaturen tussen de 23 en 26 graden. Wel neemt de buienkans toe in het weekend. Dit was 1 op maandag voor deze week. Check voor meer nieuws onze website rtv1.nl. Volg ons ook via onze social media kanalen. En heeft u zelf nieuws, stuur dan een bericht naar redactie@rtv1.nl of app het naar 06-83-48-1868. Dit was de laatste 1 op maandag van dit seizoen. Aanstaande vrijdag is de laatste 1 op vrijdag van dit seizoen. Wij zijn er 2 september weer.